Welkom bij de 22.2 Biocast. Eiwitgymnastiek, omdat een polypeptide zich eerst nog in bepaalde vorm moet krijgen, voordat hij een eiwit is. En hier zie je zo'n bepaalde vorm, het eerste gedeelte daarvan. Links zie je de ruimtelijke figuur en rechts de formule. En die heeft een beetje de vorm van het DNA. Alleen zie je maar één zo'n helix. Dit is de alfa-helix en dat is de secundaire structuur van een eiwit. De primaire structuur zijn de aminozuurtjes die aan elkaar geregen zijn. En de secundaire, dat is deze. En die bestaat uit waterstofbruggen. Waterstofbruggen houden dit bij elkaar. Maar dat is niet de enige vorm die een eiwit kan hebben. En dit is de beta-plaat. Dus niet gewonden, maar naast elkaar, maar ook waterstofbruggen die het bij elkaar houden. En in één eiwit kunnen stukjes alfa-helix en beta-plaat zijn. Hier zie je een derde structuur ontstaan. Je ziet alfa-helix links onderin en je ziet een aantal beta-platen. En toch is er nog een derde vorm waarin die allemaal gerangschikt zitten. En daar gaan we nu naar kijken. En die ontstaat door waterstofbruggen, maar ook door Van der Waalskrachten. Dit zijn hydrofobe stukjes van zo'n eiwit. En doordat die omgeven is door water, zitten de hydrofiele stukken aan de buitenkant, komen de hydrofobe stukken automatisch aan de binnenkant te zitten. Zwavelbruggen en ionbindingen, die zorgen dat het deze tertiaire structuur krijgt. Dan hebben we ook nog een quaternaire structuur. En de quaternaire structuur krijg je wanneer een eiwit uit meer polypeptiden bestaat. Bijvoorbeeld collageen, bindweefsel. Of hier het bekende hemoglobine bestaat uit 4 van die ketens met elk hun eigen heemgroep. De quaternaire structuur van een eiwit. Een haar en die... Het kleinste gedeelte van die haar zijn die alfa-helices. Een bundel van keratinemoleculen en keratinevezels. En die maken met elkaar allemaal een haar uit. En hoe we nou precies weten dat die eiwitten die vorm hebben, dat kan bijvoorbeeld met het apparaat wat je hier ziet. Een nuclear magnetic resonance spectroscoop. Een apparaat waarmee je de driedimensionale structuur kunt achterhalen. Het nadeel daarvan is dat het een momentopname is. Dus dat het eigenlijk al bevroren moet zijn in diezelfde staat. Een andere manier is met deze atomic force microscope. Dat tipje wat je daar ziet is echt heel minuscuul en tast de oppervlakte van een eiwit af en hij kan dus gewoon de atomen voelen. Elastine zit opgewonden bij elkaar, verbonden met waterstofbruggen. Je kan hem uitrekken en dan veert hij weer terug. Een bijzonder eiwit. Dit was hem alweer. De 22.2 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.